Hallo en welkom bij Spelen met Jasper. Ik ben Jasper en dit is Shower With Your Dad Simulator. Ja, we zijn terug met deel 3. Nee, jullie hebben er lang op moeten wachten, maar dit is eindelijk het moment waarop we Ninja Vader gaan verslaan. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik. The Dad with the Iron Shower. What did the head say to the head rack? What, Dad? You can stay here, I'll go on ahead. Juist. Nou goed, zoals jullie weten heb ik nogal moeite gehad met dit level. Maar het komt ook omdat er een geheime truc is die ik niet heb gebruikt en waar ik niet van af wist. En dit heb ik moeten googlen, of nee, heb ik op YouTube opgezocht. En dat is namelijk dat je... Nee! Dat is namelijk dat ik het waarschijnlijk opnieuw moet opzoeken omdat ik vergeten ben hoe het precies moet. Oké, ja, ik moet het opnieuw opzoeken. Tot zo. Oké, daar zijn we weer. Nieuwe kansen, nieuwe pun. Bonus round, defeat the octopus. Wat de hel? Nee, ik wist toch niet wat ik moest doen. Oké, juist. We gaan verder. Ik denk dat ik nu weet hoe ik de truc moet doen. Ik heb overigens niemand op YouTube het level zien halen zonder die truc. Kom op! Hebben ze de truc Oh, ik ben er! En nu ben je dus in de muur. De controls moet ik nog even goed uitvinden. Maar dan heb je in ieder geval geen last van die ninja-zone, maar wel van die ninja-sterren. En het hoort mogelijk te zijn om supersnel inderdaad ships te kunnen gaan. Maar dat moet ik maar even gaan oefenen dus. Ah, nu snap ik het. Soort van. Ik heb eigenlijk niet helemaal. Ships! Ik dacht dat we dit varkentje in één keer gingen wassen, maar blijkbaar niet. Zo, oké, nu zal het moeten lukken. Oké, daar gaan we mensen. Ninja vader verslaan. Want nu is het nogal simpel, nu gooit hij 1 ster. Maar ik ben benieuwd als hij straks 5 sterren gooit, of het dan nog steeds simpel is. Maar ik weet wel 1 ding zeker. Dancers, subscribers, we hebben een naam nodig. Dat het wel gaat lukken om te verslaan deze keer. Als het me niet lukt, deze aflevering van Spelen met Jasper, geef ik me gewonnen aan Ninja Vader. En jullie kunnen zien hoe lang ik nog moet aan het aantal fakkels dat brandt. Je ziet nu dat er nog maar 3 branden. Oeh, dat scheelde niks. Wauw, veel Ninja-sterren. Maar nog steeds te doen. Ik heb je door, Ninja-vader. Dit keer is de overwinning aan mij. Aha. You survived, and now you're cleaner than ever. We will start your training immediately. Oh, wat? Oh mijn god. Onze training? Wat? Wat wil je dat ik doe? Oké, nee, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Wat de hel? Nee. Wat moet ik... Ik kan ze niet ontwijken. Ik neem maar dat linksboven het balkje mijn leven is ofzo. En ik moet lang overleven. Ik kan niet met dezelfde truc weer doorzichtig worden. Onzichtbaar worden. Maar ze raken me allemaal. Moet dit de bedoeling zijn? Tijd om toetsen te gaan proberen. Zit man. Nee!
ik ben bijna dood. Wat is het doel hier? Wat moet ik doen? Ik weet niet. Oh, het is het meest confusing ending ooit. Ik kan net zo goed niks doen. Iedereen raakt me toch wel. Ik moet die benzine dingetjes pakken. Nee. Nieuwe benzine dingetje. Nee. Chips. Nee, ik heb gemist. Oké, dat was fataal fout. Hoe leek het nog? Bijna is het einde. Kan ik überhaupt dood? Laten we het proberen. What the hell? What the hell? Ja, dood mij. Nee, gaat niet. Altijd het proberen. Ik kan Ninja sterren gooien. Ik kan ze wel doden. Kijk, dat duurde maar 3 kwartier. Oh man. Ze nemen dat als de balk vol is, dat ik dan gewonnen heb. Shit. Maar dit moet te doen zijn, kom op. Gelukkig hebben we oneindig ninja-sterren bij ons. Oké, als dit het is, dan denk ik dat we het al in de pocket hebben. Tenzij er nog meer levels zijn, zeg maar, verdiepingen in dit Iron Shower gedoe. We zijn onstopbaar. Wow, wat was dat nou weer? En? Wow! Bedankt voor het klappen. I'm proud of you, son. Thanks, Dad. The Dad with the Iron Shower. Achievement unlocked. Met die truc bleek het uiteindelijk verrassend makkelijk te zijn, of niet? Maar zijn jullie niet even blij met deze underwhelming victory? Ja, ik weet niet. Ik kan nog even kijken of dit level te unlocken is. Oké, dus het lijkt erop dat we met dit spel, deze game mode, het laatste game mode kunnen unlocken. Dus ik zal het even spelen en kijken of dat te doen is. Chips, man. Nee. Chips. Oké, misschien een andere keer. Maar voor nu, bedankt voor het kijken. Ik heb verrassend veel genoten van dit spel. Zeker aangezien ik er niet veel van had verwacht. Maar ik raad het eigenlijk wel zeker aan om te spelen. In ieder geval als je het niet kent, dan zijn de verrassingen en de jokes en de uitdagingen toch nog wel heel erg leuk. En ja, het geeft toch wel een bepaald gevoel van je wilt het doen, je wilt het afmaken. Het is iets dat je wil halen. Ook al is het zeg maar zo'n slecht gemaakt spel. Het is niet slecht gemaakt, maar ik deed aanhaling steeds met mijn vingers. Jullie zagen het niet. Hoe dan ook, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering van Spelen met Jasper. En tot de volgende keer.